Ik heb Oh my god. No. Hey, jij. Ik ben Kim en super leuk dat je kijkt naar deze allernieuwste video. In deze video ga ik de workout van BTS Jungkook doen. Waarom? Ik zag dit voorbij komen bij een vriendin van mij en ik dacht van... Dit zal vast niet zo moeilijk zijn. No. Waarschijnlijk ga ik me heel erg aan onderschatten. Maar goed, laten we heel snel beginnen. Dit is namelijk de workout van BTS Jungkook. In deze workout heb je namelijk onder andere 100 squats. Die gaat very intens zijn, denk ik. Je hebt 15 crunches met daarna 10 bicycle crunches. 20 split lunges aan de linkerkant en aan de rechterkant. 10 reverse lunges en 10 forward lunges. Oh, mijn Engels. Daarna heb je 1 minuut planken en dan heb je 1 minuut plank met een twist. En daarna, om nog even de goede kerst op de taart te doen, heb je 15 burpees. Ga ik hier spijt van krijgen? Waarschijnlijk wel. Maar gaan we het wel doen? Ja. Dus, let's go. Hier heb je nog even alles wat ik in deze video ga doen. Dus mocht je met mij mee willen doen, doe lekker je ding. En dan gaan we na dit fragment lekker aan de slag. Als allereerste oefening hebben wij de 100 squats. En dit ging op zich best wel makkelijk af, totdat we ongeveer bij de 80 kwamen. Toen werd het steeds lastiger. Ik ga heel eerlijk zijn. Ik had niet verwacht dat dit alleen met squats zo heftig zou zijn. Mijn conditie is echt top. Dit was wel even heftig. We gaan door met de crunches en de bicycle crunches. Let's go. Toen hadden wij de 15 crunches en de 10 bicycle crunches. En dit ging op zich best wel makkelijk. Ik ben een danser, dus ik doe dit bijna dagelijks slash wekelijks wel. Dus dat ging me op zich nog best wel makkelijk af. En toen hadden we de 20 split lunges aan de linkerkant en aan de rechterkant. De volgende oefening is de forward lunges, als ik het goed uitspreek. En daarna gaan we de reverse lunges doen. De ene laatste oefening is natuurlijk het planken van 1 minuut lang. En daarna twisten. In een plankhouding. Holy shit. En de allerlaatste oefening zijn de 15 burpees. En die voel je wel na een hele tijd. Holy shit. Ah, ik kan niet meer, jongens. Ik kan echt niet meer. Ik heb... Jongens, oké, even een recap van vandaag. Dit was, ik ben nog steeds bij het ademen, letterlijk 10 minuten. Normaal train ik 5 uur. En zelfs dan ben ik niet zo uitgeput als nu. Dit is echt insane. Als je dit elke dag moet doen, nog 6 dagen te gaan. Hallo allemaal, het is dag 2 van de workout. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb behoorlijk veel spierpijn in mijn benen. En vooral mijn bovenbenen. Komt omdat ik deze oefeningen oprecht gewoon nooit doe. Dus ik ben heel benieuwd of ik dat eind van de week wat minder is. Daar ben ik eigenlijk wel heel benieuwd naar. En of ik überhaupt die workout wat langer kan volhouden. En dat ik er wat meer stevigheid in heb. Controle over heb. Want ik merkte gisteren dat het echt, nou ja, best wel moeilijk was om bepaalde oefeningen echt gewoon door te blijven doen. Dat ik mijn evenwicht kwijt was. En dat soort dingen. Maar ik zou zeggen, let's go naar dag 2.
adem gekomen. Ik vind dit oprecht echt een van de heftigste workouts die ik ooit in mijn hele leven heb gedaan. Ik ben natuurlijk wel wat gewend omdat ik, nou ja, dans op hoog niveau. Dus mijn conditie is op zich wel wat gewend. Maar dit is alles behalve dat. En besef dat ze dit echt 1 of 2 keer per dag doen. Elke dag weer opnieuw. En daarnaast ook nog dansen. Daarnaast ook nog repeteren en zingen erbij. Ik moet er oprecht niet aan denken. Laten we heel snel naar dag 3 gaan. Let's go. Een hele goede dag. Het is dag 3. En het is echt verschrikkelijk weer hier buiten. Dus jee. Ik ga hier lekker hetzelfde doen wat ik gisteren eerder. Zeg ik het zelf? Ik ben kapot. Dat wel. En ik merk zelf eigenlijk ook dat mijn houdingen steeds beter worden als ik het terugkijk. Ik heb net even zelf teruggekeken en vergeleken met dag 1 is dat echt al een heel verschil. Ja, ik zou zeggen, let's go naar dag 4. Een hele goede dag. Ten eerste, ik ben ziek geweest. Ten tweede, ik heb een wedstrijd gehad. Dit gezicht is er nogal dat op dit moment. Ik ga nog 2 dagen dit volhouden, want we waren volgens mij nu bij de 4e dag. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik zou dit echt niet elke dag kunnen volhouden. Ik vind het zo intens. Als je artiest bent, dan snap ik wel dat dit echt gewoon nodig is. Want je hebt zo'n goede conditie nodig om bijvoorbeeld een show van 2 uur in elkaar te knallen. Ik kan het niet. Misschien als ik heel lang ga trainen dan wel. Maar nu, ik merk wel trouwens dat mijn spieren er wel gewoon echt aan gewend zijn om dit nu te kunnen doen. Dus ik hou het wel langer vol. En mijn houdingen zijn volgens mij ook echt een stuk verbeterd vergeleken met het begin. En mijn evenwicht is beter. Dat merk ik ook. Want ik viel heel snel om met die lunges, of hoe je het ook uitspreekt. Nu valt dat echt best wel mee. Ik probeer het dan ook gewoon zonder ondersteuning te doen eigenlijk. Maar ik merk wel dat het veel beter is geworden. Dus dat scheelt. Missie geslaagd! Thanks guys voor het kijken naar deze video. Mocht ik dit vaker moeten doen, let me know in de comments. En laat dan ook vooral even weten welk artiest ik moet gaan doen. Of wie ik na moet gaan doen. En dan zie ik jou bij de volgende video weer. Dankjewel voor het kijken. Joe!